NEC, Go Ahead Eagles in een koude Goffert. En laten we hopen dat het voetbal ons met warmte vult. Het ziet er gewoon piekfijn en groen uit voor deze 8e finale Toto KNVB-beker. Ogawa, de hoek is lastig. Hij probeert er een voorzet uit te slepen. Het wordt een corner voor NEC. Indraaiende bal, die kan nog vrij worden ingekopt door Ogawa. Hoedemakers, overname Go Ahead Eagles, pijn bij Rommens. Wat Hoedemakers dat balverlies nog proberen te voorkomen. Nou, deze ingreep van Hoedemakers, ja, die enkel krijgt even een tik te verwerken. Jan Sana lijkt een logische vervanger. Maar dan kan je Willemson, Kuipers. Draait hem in. Afvallende bal. Breum gaat het proberen. Aangeraakt. Hoedemakers opent naar Sano. Die op het trainingskamp in een oefenwedstrijd een goal en een assist op zijn naam kreeg. Oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Sano. Kodai Sano. Voorzet valt daar nog voor Metsen. En die prikt hem niet binnen. Bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud dit seizoen. Magnus Madsen. Nu binnenkant paal eruit. Je kunt niet altijd 6 gooien, zeg maar. Nuitink staat nog voor de goal. Hier is Proper. Sontje Hansen. Volgende voorzet. Madsen. Je zou bijna zeggen volgende schot. Maar hij geeft hem aan Nuitink. NEC zit er hier bovenop. Pupillenvoetbal. En Ogawa die de bal vindt, uithaalt en scoort. En zo heeft dat offensief van NEC ook een resultaat, namelijk de openingstreffer van Japanse makelij. Dit is natuurlijk uit de categorie chaos en hopen dat hij voor je voeten valt. Dat gebeurt bij Ogawa. Die denkt niet na en mikt hem wel prima in het hoekje. Verdonk. Dat is een goede bal in de handen van De Lange gekopt door Sano. Slordige bal van Sandler. Zo kan NEC nog in de problemen komen voor rust met Willemson. Willemson, goede redding van Roefs. Eigenlijk voor het eerst dat die doelman serieus getest wordt deze avond. Edwardsen. Niet nadenken, maar schieten. Dat was succesvol in de eerste helft voor Ogawa. Edwardsen in de handen bij Roefs. Ah, daar kan je. Edwardsen. Daar is Kuipers en die raakt hem lekker, maar Nuitink staat in de weg. Sontje Hansen naar de kant gehaald. En het is het thuisdebuut van Ivandro Borges Sanchez. Baten.
3 van Go Ahead voor de goal. Onder wie Willemson? Krijgt hem net niet. Er staat wel steeds meer ruimte voor NEC in de omschakeling. En daar kan Matson nu van profiteren. Hij moet het in zijn uppie doen. Hij doet het niet in zijn uppie. Normaal gesproken toch wel aan hem toevertrouwd. Goed gecombineerd. Hierdoor NEC direct voorwaarts vanaf eigen helft vertrokken. Dan heeft hij 2 balcontacten om na te denken wat hij gaat doen. Wel langs de lange, maar ook langs de paal. Nuitink en Sandler melden zich voorin bij de vrije trap van Hoedemakers. Zo! Wat een goal zeg! Saai van Wermeskerken kan het zelf ook niet geloven. Je moet het zien. Pas dan geloof je het. Scoort dan niet zo vaak, maar scoort zeker niet zo. Voem! Hier kun je geen genoeg van krijgen. Vol op de pantoffel. Dit is zo'n bal die je moet nemen, anders verwijt je het jezelf dat je het niet geprobeerd hebt. 99 van de 100 keer vliegt hij het stadion uit. En die ene keer is voor Saai van Wermeskerken deze keer. Borja Sanchez meegeven nu aan González voor nummer 5 in het bekertoernooi. Maar de lange. En dus nog altijd iets van spanning. Kuipers. Ja, daar zit hij dus erin. Daar zit hij er dus in. En ik denk dat Roefstel ongelukkig is. Omdat die bal via de lat en iets van zijn nek in de goal karamboleert. 2-1. En daar zijn die bibbers dus in de Goffert. Silasso. En afgelopen. NEC bereikt de kwartfinale van de Toto KNVB-beker. Door Go Ahead Eagles met 2-1 te verslaan. Een wondergoal van Saai van Wermeskerken. Maakt uiteindelijk het verschil.